Ja, dan moest onze Alex, de koning, die moest dus naar Nijmegen. Nou, en daar moest hij een nieuw hoofdgebouw van het Radboud ziekenhuis moest hij openen. Nou, die stapt auto uit en die zwaait een beetje zo, want ja, dat is zijn functie, zwaaien. En die krijgt in één keer een heel koor over zich heen met schaam je kapot, schaam je kapot, schaam je. Dat kreeg hij naar zijn hoofd. Ik zit ernaar te kijken. Dan denk ik bij mezelf, wat is hier allemaal misgegaan in al die hoofden? Wat is dat nou? En er stonden ze ook met omgekeerde vlaggen daar en zo. En er stonden ze zogenaamd te demonstreren. Tegen wie en wat? Tegen koning Alex. Alsof Alex daar iets mee te maken heeft met wat zich in Nederland afspeelt. Ik ben ook niet direct een fan van het Koningshuis en het zal allemaal wel en het gaat, ga je gang. Ik lig er niet wakker van, maar ja. En Alex heeft wel eens wat foutjes gemaakt met de vakantie en soms feestjes geven als het niet moest. Maar ja, dat is geen reden tot demonstreren. En nu zijn er dus allerlei dingen aan de hand in Nederland, dat weten we. Hè? Het is crisistijd. En nou gaan we, dat deden ze ook al, op Prinsjesdag stonden ze ook al met die vlaggen. En boer roepen en weet ik veel wat. Waar slaat dat nou op? Alex heeft daar helemaal niks mee te maken, die koning. Nee, die is gewoon koning, die is ingehuurd voor linten doorknippen, voor op boep, op knoppen drukken en een hup en gordijntjes wegtrekken. Dat is zijn functie. En zwaaien op Prinsjesdag, dat moet hij doen. Nou, en dan ga je daar dus schaam je kapot tegen zingen. Ik bedoel, het klonk nog niet eens helemaal zuiver ook trouwens, wat ze daar zongen in Nijmegen. Waarom? Ik bedoel, ga dan naar Artis. Ga naar Artis toe en zing het tegen de eerste beste neushoorn die je tegenkomt. Schaam je kapot. Dat heeft net zoveel effect. Doe het dan bij de mensen die daar verantwoordelijk voor zijn. Ja, Rutte, Kaag, weet ik veel wie. Ga daar nou dat dan tegen zingen als je ze nodig met je omgekeerde vlag. En doe dat dan. Maar hey, vrienden. Laat Alex met rust.